Ja, eigenlijk moet je gewoon ontploffen. Eigenlijk moet ik gewoon nu helemaal uit mijn plaat gaan. Maar ik ga dat niet doen, vrienden. Dit is te treurig voor woorden gewoon. Wat er gebeurt daar in Den Haag. Om te beginnen met die Bijleveld. Is dat, ja, die Kaag wil ik het niet eens over. Die kakelende Kaag. Dan wil ik het, ja, die komt zo nog even. Maar die Bijleveld. Die dan gewoon... Die zegt dan maar van ja, we werden eigenlijk een beetje overvallen. Want jullie hebben toch ook, je leest toch ook 30 gezinnen met tolken die allemaal gewerkt hebben voor Nederland. Ja, die zitten nog vast in Afghanistan. Die kunnen ze niet bereiken, die kunnen ze niet terugbrengen naar Nederland. En dat komt alleen maar omdat Nederland te laat begonnen is. Met evacueren, te laat begonnen is met vliegtuigen te sturen. Ja, ja, iedereen werd overvallen, zegt Bijleveld. Hoe kom je daar nou bij? Frankrijk, die waren al lang bezig, die waren al maanden aan het voorbereiden. Italië ook, Italië die had het ambassadepersoneel al lang in Rome staan. Toen moest er eerst een vliegtuig uit Nederland nog gaan. Ah, ga nou toch op. Oh ja, en daar zegt die Bijleveld ook nog van ja, we konden die families van die tolken, die konden we moeilijk bereiken, want die zaten weer bij andere mensen, waren ze op bezoek. Ook nog die mensen de schuld geven. Ach, wat een treurigheid. En dan die Kaag, die kakel en de Kaag, dat kwettert maar rond. En die zegt dan weer van, ja, maar ik kan u geen... precieze aantallen geven van wat er allemaal gebeurd is. En we gaan het allemaal nog evalueren. Ach, Kaag, gaan het toch op. Die twee vrouwen, het is toch verschrikkelijk. En dan ook nog Kaag met al dat gelul achteraf die nu dan roept van ja, nee, Amerika moet eigenlijk dat ultimatum verlengen. Hey, Kaag, Amerika die luistert niet naar jou. Je bestaat niet. Kaag, je bent Nederland, je bent zo klein. Hou op. En dan zegt Kaag ook nog, ja, ik wil misschien wel even praten met de Taliban. Kaag, je krijgt zo'n groot pistool op je voorhoofd. Dan zeggen ze, zegt u het nog eens, meisje uit Holland. Dan gaat het toch op. Wat wil jij nou in godsnaam? Het is zo falend allemaal en zo slecht. Als mensen bij mij vroeger werkten en die werkten zo slecht en die heb ik echt wel gehad, dan ontsloeg ik ze gelijk. Weg, naar huis toe. Als je wil krukken, doe dat ergens anders, maar niet in mijn tijd. Ga weg. En dat is wat er ook moet gebeuren. Die mensen moeten bij elk ander normaal bedrijf, word je gewoon ontslagen. Dan ga je gewoon eruit, want je zit te... klooi je gewoon. En dat is wat deze vrouwen doen. Die Bijleveld in kakelende Kaag. Dus mijn verzoek is gewoon. Ga weg!